Hallo allemaal, het leek me wel weer leuk om een filmpje te maken en dit keer laat ik in het filmpje zien hoe ik mijn gradient nails maak. Ik heb ervoor gekozen voor een lichtgroene kleur van Nubar, deze heet Baby Sprout. En ik ga de gradient maken samen met Viva La Green van Essence. En wat ik daarvoor gebruik is een dopje, dit is van Pringles. Dit is een stukje van een schuursponsje, die heb ik al redelijk op maat geknipt. En ik gebruik plakband. En plakband gebruik ik zodat ik mijn nagels, mijn vingers niet hoef schoon te maken. Dus dan begin ik eerst met plakken van mijn nagels. Zo heb ik mijn nagels afgeplakt. En het ziet er even heel stom uit en het voelt even heel gek. Maar ik vind het wel een heel stuk handiger. Dus dan maak ik eerst de flesjes open. En dan doe ik flink wat nagellak op het dopje. Want het spotje zuigt eigenlijk best wel wat nagellak. En dan ga ik met het sponsje eigenlijk een beetje heen en weer erin deppen. En dan heb je de kleur op het sponsje. En dan moet je kijken of je ze, welke kant je de gradient op wilt. Ik wil aan het uiteinde donkerder. En dan dep ik ook weer hier een klein beetje heen en weer. En dan heb ik zo de gradient op mijn nagels. Nou, het is warm, dus het droogt vrij vlot. Maar dat doe je voor elke nagel. Zo weer opnieuw. En soms kan je er twee nagels mee doen, maar soms zit er niet genoeg nagellak op. Dan moet je kijken hoe snel. Vandaag is het dan vrij warm. Dus dan droogt het ook heel snel. Zowel op het sponsje als op het dopje. Maar soms kan je ook makkelijk met een beetje nagellak alle vier nagels doen. Zo. En dit moet je dan eigenlijk met alle 10 nagels doen, maar ik heb het zo even met 4 laten zien. En dan haal ik de plakbandjes eraf en dan doe ik er nog een topcoat over. De plakbandjes zijn er nou af en dan kan ik er nou een topcoat over doen. Ik heb gekozen voor White Cap van China Glaze. Ik weet niet of de camera te zien is, maar er zit een hele mooie gouden gloed overheen. Dus nu heb ik 4 nagels met een mooie gradient. En het is eigenlijk helemaal niet moeilijk om te maken. Dus ik hoop dat jullie het zo ook makkelijker kunnen doen. En tot de volgende video.